Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn allereerste vlog, die geboren is uit irritatie. Ik ga je ook precies uitleggen waarom. Mijn naam is Lotte, ik ben leiderschapsexpert. Ik geef leiderschapstrainingen. Ik doe aan individuele coaching, maar ook aan teamcoaching. Heb veel met mensen te maken en vind het waanzinnig interessant om te weten en te zien hoe mensen zich bewegen en wat er allemaal gebeurt. En vandaag, mijn eerste vlog gaat over irritatie. Dat is ook de reden waarom ik ben gaan vloggen. Ik zal je ook uitleggen waarom. Irritatie is een heel interessant onderwerp. Als je irriteert aan iemand, dan zegt dat eigenlijk altijd iets over jou. Het zegt of iets over je donkere kant, die je graag verborgen wil houden voor jezelf en zeker ook voor de buitenwereld. Of het zegt iets over iets wat iemand doet of zegt, wat je zelf eigenlijk ook zou willen. Dus het is een soort van jaloezie. Zo ben ik dus gaan vloggen. Ik irriteerde me aan webinars, aan vlogs. De hele rij van mensen die iets vertelt voor een camera. En toch bleef ik kijken en toch bleef ik luisteren. Omdat ik het vaak ook interessant vond om te horen wat iemand te vertellen had. Maar ook omdat er ergens zoiets aan het kriebelen was van... Goh, wat tof eigenlijk dat die mensen dat gewoon doen. Dus mijn irritatie kwam deels ook voort uit mijn eigen onzekerheid. Enerzijds, die mij in de weg staat om dingen te delen waarvan ik denk dat ze interessant zijn voor meer dan alleen maar mijn hoofd. En voor meer dan alleen maar de mensen die in mijn trainingen of in mijn coachtrajecten komen. En het mooie aan irritatie, als je in staat bent om hem om te draaien, om in plaats van je te richten op degene die jou irriteert, of hetgene wat jou irriteert. In plaats daarvan in de spiegel te kijken, kun je waanzinnig mooie inzichten hebben. En dat is wat er dus met mij ook gebeurde. Ik merkte een irritatie. Ik was aan het onderzoeken waar dat vandaan kwam. En ik dacht ineens: wacht even, wat die mensen doen is delen. En wat wil ik eigenlijk doen? Delen. Waarom doe ik het niet? Nou, daar kwam mijn rits aan overtuigingen, aan onzekerheid. Het moet 100%, het moet fantastisch, het moet gelikt, het moet, nou, het moet, het moet, het moet. En ineens dacht ik: nee. Eigenlijk is het belangrijkste wat ik wil, is delen wat ik meemaak. Ik wil inspireren om andere mensen ook meer inzicht te krijgen, te laten krijgen in hoe mensen zich bewegen. Ook vooral hoe je jezelf beweegt. Want hoe meer inzicht je in jezelf hebt, hoe meer je dat ook in de ander hebt. Zo simpel is het eigenlijk. Maar ook hoe meer inzicht je in jezelf hebt, hoe beter je jezelf kan managen, om het zo te zeggen. Dus hoe beter je in staat bent om te kiezen voor bepaald gedrag of voor bepaalde handelingen. In mijn geval, irritatie bij de ander leidde tot de geboorte van een vlog, van dit vlog. Ik wil jou vragen wat jouw grootste irritatie de afgelopen week is geweest en of je ook in staat bent om te kijken wat dat nou is in jou. Waardoor je je zo irriteerde en of je het misschien ook iets kan omdraaien in iets heel moois. Nou, ik hoop dat dit genoeg inspiratie was en zeker geen irritatie. Mocht het wel irritatie zijn geweest, dan weet je wat je moet doen. Leuk dat je keek. Ik vind het erg leuk om te doen, dus het smaakt zeker naar meer. Dus blijf me in de gaten houden en dan zien we elkaar op deze manier vast nog een keer terug. Doei!